van Praag, achter de coulissen van het voetbal. Michael, waarom een boek? Nou kijk, van voetbalbestuurders zijn niet zoveel boeken. Nee? Nee. Oh. En wij zijn een noodzakelijk kwaad voor heel veel mensen. Maar je kunt niet om ons heen. Er moeten nu eenmaal voetbalbestuurders zijn. Nou, en ik wilde heel graag, om te beginnen voor mijn vrouw en mijn dochter, iets achterlaten. Want die weten nauwelijks wat ik gedaan heb in al die tijd. Want ik ben thuis niet zo meedeelzaam. Okay. En verder vind ik ook gewoon dat iedereen die met voetbal bezig is en die mij ook voor van alles uitscheldt tot zakkenvuller aan toe, terwijl ik het bij Ajax en de KNVB voor 0 centen heb gedaan, weet je. Nou, lees nou eerst eens wie ik ben en wat ik gedaan heb. En kom dan met je oordeel. En er staan heel veel leuke dingen in. Ik heb een hele boze brief naar Sepp Blatter gestuurd. Ja, die heb ik hier liggen, ja, inderdaad. Nou ja, goed, weet je. Maar die is nooit verstuurd, hè? Nee, gelukkig niet. Oh. Want dat was slecht geweest voor de KNVB. Maar weet je, dat soort verhalen. En hoe ik heb hem net zitten lezen, Michael. Ik vind hem best nog wel genoeg. Nou ja, maar goed, ook. Bij de KNVB vonden ze van niet. Oh. Ik vond het ook wel een aardige brief, eigenlijk. Nee, want Renske Bruinsma, de persvoorlichter, heeft hem tegengehouden, zeg maar. De afdeling communicatie zei, dat moet je zo niet sturen. Toen hebben ze een andere brief voor hem gemaakt. Maar jij bent wel de eerste official geweest die een standpunt ingenomen heeft tegen Blatter, waar hij erg van geschrokken is. Zeker. En deze brief was ook bedoeld om hem nog eens een keertje duidelijk te maken. Want toen ik dat gedaan had, riep hij dat hij nog nooit zo beledigd was geweest. En zo, terwijl ik hem helemaal niet beledigd heb. Ik heb ook niet gezegd, je moet aftreden. Je moet je alleen niet meer verkiesbaar stellen. Dus ik heb dat toen proberen uit te leggen in een brief, heel persoonlijk. En waarin ik hem ook wel een beetje beschuldigde van het feit dat hij het ook niet meer helemaal wist. Want nou, je zegt op een gegeven moment, je begint langzamer en langzamer te praten. Je begint zaken te herhalen. Ja. Je hebt vaak hulp nodig. Ja, dat is ook zo. Want dan moest hij aan Jeroen Valken vragen bij welk agendapunt hij was. Ja. Nou ja, weet je, dat kan niet meer natuurlijk als je dan de FIFA-voorzitter wilde zijn. Dus dat soort dingen staan daarin. En ja, je wilde hem door de voordeur naar buiten laten gaan. Je wilde hem een Sepp Blatter-fonds geven. Je wilde een erevoorzitter laten worden. Dat wil ik graag zien gebeuren, Sepp. Omdat jij een goed mens bent, zeg je er ook bij. Ja. Maar als je blijft voorspel ik je een beschamende achterafgang door de achterdeur. En dat is gebeurd. Nou, dat is wel gebeurd, ja. Dit is geen aanval, maar een vriendelijk advies. Toch een prima brief. Ja, ik vond het ook. Maar ja, weet je, een afdeling communicatie die heeft vaak het laatste woord bij zo'n organisatie. Ook bij jou, in zo'n geval? Nou, uiteindelijk wel, want je bent gekozen om de KNVB te vertegenwoordigen of Ajax te vertegenwoordigen. En dan moet je wel eens dingen verdedigen waar je het zelf niet mee eens bent. Nee. En dat vind ik momenteel zo'n bevrijding, want ik kan vanaf nu gewoon echt zeggen wat ik zelf vind. Ja. Maar ik bedoel, hij had een redelijk plaat voor zijn hoofd. Hij viel vaker natuurlijk. Ja, natuurlijk dat had hij programma vaak genoeg laten had zien. Hij ook. Dat had hij ook. Maar achter de functionaris schuilt ook een mens. En het was geen verkeerd mens. Nee, dat geloof ik. Ja, dat hij van het podium viel. Ja, nee, sorry, die hebben we nog niet eerder laten zien. Maar het leek ons in Ik had de indruk dat hij het niet gratis deed, toch? Zeker niet. Nee. Maar dat was heel raar. Dat schrijf ik ook in mijn boek. Er stond een post, presidential president, 35 miljoen. Stond er op de balans en op de begroting 35, van de UEFA. Maar dat was voor het office van de president. Maar hoeveel daar salaris voor hem bij zat en andere kosten, dat was niet bekend. En de voorzitter van de Deense Bond in de tijd, Ellen Hansen, die zat in de auditcommissie van de FIFA, de interne auditcommissie. Die zou moeten weten waar dat bedrag uit bestond. Ja, dat werd hem niet verteld. Nee. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.